En ik had altijd zo hard gewerkt, hè. Alles aangenomen. Ik had het hele ding zo in elkaar staan. Hier zijn ze dan. De leukste drieling van Nederland. Met... Jaden. Jalicia. En natuurlijk Jason. Dames en heren, dit is Good Life. Ontslagen, jongens. Ja. Werkeloos. Koos, werkeloos. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Maar wel koos. Jarenlang trouwe diensten. Jarenlang heb ik erop gewerkt. 's Avonds, middags, in de nacht zelfs. Altijd stond ik klaar voor iedereen die maar ergens naartoe wilde. Koetje, de taxichauffeur. Ja. Sprookje ten einde. Echt. Nooit schade gereden. Lieg ik. Ik heb 1 keer schade gereden. Maar dat was dus op de grote weg. 50 mocht je daar. Koetje reed daar. Er kwam een dikke BMW aan de rechterkant. Had haaitanden. Maar die ging niet stoppen hoor. Maar Koetje ook niet. Dus Koetje zat met zijn voet on the gas en a drive on your ass. Weet je, dus nou, ik pakte hem dus vol in de flank. Ja, mooi, mooi. Maar ja, schade, maar niet mijn schuld. Ja, ik had kunnen stoppen natuurlijk, maar ja, waarom zou ik het voorrang? Maar ja, nou is het toch echt een einde. Ik kan eigenlijk best wel boos om worden. Hoe langer ik er eigenlijk over nadenk, hoe opgefokt ik word. Al die jaren heb ik me vol ingezet voor dat bedrijf. Echt. En ik heb altijd zo hard gewerkt, hè. Alles aangenomen. Ik kan het hele ding zo in elkaar staan. Echt. Doe het gewoon nog een keer. Maar maak het nog. Godverdomme, jongens. Nee, joh. Ik heb met plezier na al die jaren gewerkt. Taxirijden vond ik echt leuk, maar het is echt jammer dat het nou ophoudt. Nee, maar dan ben ik serieus. Ik heb echt altijd op de taxi met plezier gewerkt. Die kinderen en zo, je kon er wel altijd mee lachen. Ik bedoel, het waren wel kinderen die met een busje vervoerd moesten worden. Hè? Speciaal onderwijs. Speciale kinderen, zullen we maar zeggen. Maar je maakte wel altijd mee. Ik bedoel, ik heb van alles naar mijn hoofd toe gekregen in die bus. Hè? Schoenen, brooddozen, vechtpartijen, dat soort zaken. En mensen met een handicap, ja, ze zijn leuk hoor. Ik vind het gewoon leuke mensen om mee te werken. En ja, ik heb het al die jaren met plezier gedaan. Ik vind het toch echt oprecht jammer dat het nou stopt. Ik kan natuurlijk wel boos worden op dat bedrijf, hè, waar ik gewerkt heb. Maar dat is ook niet helemaal reëel. Hè. Kijk, het is wel simpel. Die flexwet die klopt niet helemaal. Vroeger, hè, had je gewoon een vast contract en dat was het. Tegenwoordig krijg je 3 contracten en dan moet je een vast contract krijgen. Nou, geen enkele werkgever doet dat tegenwoordig meer. Want ze willen nergens aan vastzitten. Dus word je eruit gesodemieterd. En dat is wat nu dus eigenlijk bij mij aan de hand. Ik ben niet echt ontslagen, maar mijn contract wordt niet verlengd omdat ik een vast contract moet krijgen. Aan de andere kant denk ik bij mezelf, joh, als ik dan zo goed ben wat ze zeggen, hè, je hebt zo goed hard gewerkt en netjes gedaan, ja, waarom neem je dan geen vast personeel aan? Maar goed, zo werkt het nou eenmaal. Het is niet alleen dat bedrijf waar ik gewerkt heb, maar zeker in de taxiwereld echt al die bedrijven. En het ligt niet, ja, het ligt ook een deel natuurlijk aan de bedrijven, maar het ligt ook gewoon voornamelijk van hoe het systeem werkt. Hè. Taxibedrijven moeten gaan bieden op het werk en dan krijgen ze het werk. Dus heel simpel, stel ze willen taxivervoer rijden in een stad, stad A. Nou, dan krijgen dus al die taxibedrijven die dus een bedrag gaat inleggen. En de laagste bieder krijgt dus dat werk. En zeker de gemeente waar ik in woon, wist eigenlijk al dat ze voor het geld wat ze daarop geboden hadden, tenminste dat taxibedrijf van mij dan geboden had, daar kan je eigenlijk niet verrijden. Dat is gewoon veel te weinig. En waar gaan ze dan op beknibbelen? Nou ja, sowieso op de taxi zelf, hè. Maar ook op het personeel. Ja, want er wordt nu goedkoper personeel ingezet. En het oudere personeel zoals ik word te duur. Loonschaal 2 wordt er ingezet. Dus je begrijpt, met loonschaal 10 ben ik veel te duur. Nou, en hoe gaan ze dat dadelijk oplossen? Dat is eigenlijk heel simpel. Het is een heel raar systeem in dit land. En ik verbaas me iedere keer erover dat dit kan. Hè? Kijk, ik word ontslagen. Of tenminste, mijn contract wordt dan niet verlengd. Want ik ben te duur. Dan gaan ze iemand aannemen met een paar schalen lager. Nou, die gaat werken. Nou, waar halen ze die mensen vandaan? Simpel. Uit de uitkering. Dus werklozen worden uit de uitkering gehaald, hè, met diezelfde gemeente weer. Van joh, wij hebben werk voor jou, ga op de taxi en je hebt geen uitkering nodig. Vervolgens word ik de uitkering ingetrapt. Goed, krijg dan wel eerst UWV en dan de bijstand. Word je de uitkering en dan vervolgens, snap je, het is, na 2 jaar worden die mensen ook weer de uitkering ingeschopt. Dus dan zegt bijvoorbeeld het bedrijf waar ik dan gewerkt heb, het taxibedrijf, want die klopte samen met de gemeente. Van joh, nou we hebben personeel nodig, maar er is geen personeel te krijgen. Want niemand wil werken, hè. Want zo wordt het gebracht, ook in de media, werklozen willen niet werken, maar zo werkt dat dus gewoon niet. Er zijn heel veel mensen die willen werken, maar niet voor een hongerloontje. He, niemand wil onderbetaald worden en dat is gewoon wat er nu aan de hand is in dit land. We zijn een zogenaamd een ontwikkeld land, maar dat zijn we helemaal niet. En wat heeft er voor zin om mensen uit de uitkering te gaan zitten halen en vervolgens weer na 2 jaar de uitkering in te schoppen en dan, oké, je hebt een taxipas gekregen en je hebt een taxipas, maar... Ja, dan heb je verder niks. Hè? Want na 2 jaar sta je gewoon weer in de uitkering. Sta je gewoon te kloppen bij de gemeente.
Ik snap dat hele systeem niet. Daarom ben ik ook blij dat ik helemaal van dat arbeidsmarkt afga. Ik ga volledig verder met YouTube. Ik heb genoeg YouTube-doekoe om dat allemaal te regelen. Maar het is voor jullie wel leuk trouwens. Ik kan natuurlijk veel meer video's gaan maken. Ik heb veel meer tijd. De taxi ook. Ik werkte 5 dagen. Dan wel een paar uurtjes. Maar toch 5 dagen. En dan ben ik gewoon 7 dagen in de week vrij. Dus ik kan, als daar wat te doen is, kan ik er gewoon meteen naartoe. Kan ik gewoon een videootje draaien. Kan ik het jullie laten zien. Ik ben jullie ook hartstikke dankbaar natuurlijk. Hè? Want dankzij jullie kan ik dit ook doen. Ik ben wel een van de, wat zeg je dat? De uitgekozenen die er mag. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Het is toch hoe het nu gaat. Ben ik toch heel best tevreden. Ik bedoel, ik ben er wel een beetje ingerold zo. Maar ja, het gaat lekker, moet ik zeggen. Maar ja, ik heb wel een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Medelij. Ja, ik vind het wel sneu voor mijn collega's en andere mensen die wel gewoon moeten werken. Om rond te komen en het moeilijk hebben. Het is gewoon, ik vind het gewoon een heel oneerlijk systeem hoe dat in dit land nu gaat. En het is eigenlijk gewoon, belachelijk hoe dat gaat. En misschien dat ik nou eens een keer een politieke partij ga opstarten. Dat is zo voor de grap, jongens. Wie weet. Maar ja, goed. In elk geval, ik ben dus geen taxichauffeur meer. Bij deze is het dus klaar. Dus ook al die kinderen die ik gereden heb in de bus. Die zeggen, hey, ken jij mijn YouTube? Jongens, het was allemaal de laatste rit. Ik zie jullie niet meer. Maar ik ga het helemaal volledig verder met YouTube. Dus ik ga heel veel video's maken. Ik heb wel heel veel ideeën om eraan doen. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon de kanalen nog eens een keer. Extremehuis 1, Extremehuis F, vuurwerkkanaal, kermiskanaal. En natuurlijk Koetlife uiteraard. En misschien dat ik in een gekke bij onze gamingkanaal ga starten, jongens. Wie weet. De toekomst heeft nog zoveel dingen voor ons in petto. We gaan het allemaal meemaken. Ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. Tot dan. Vond je dit een leuke video? Doe een like. Doei. Tot ziens.